bloemen. Ja. Nog ja. meer bloemen. Voor de mevrouw 70 was. Zeg. Ja, maar 70 jaar is ook wat. Ja. Ik heb hier een kopie van uw trouwakte. Oh ja. En dat is dus 70 jaar geleden dat u uw handtekening heeft gezet. En nou is er vandaag volgens mij nog iets. Klopt het dat u vandaag jarig bent? Ja. Nog een keer, van harte gefeliciteerd. 92 jaar. Gerrit en Jentie, 70 jaar getrouwd. 25.868 dagen. Mag dat lang of niet? Ja, zeker lang. Ja, zeker lang. Je bent in het veld geboren? Ja. Ik wou het niet weten, maar ja. Wou niet weten, waarom niet? Mooi, ja. Veld ging ze een beetje op neer, hè. Maar het was toch wel een mooie buurt, toch niet? Ja, het was een fijne buurt. Ze doen alles voor elkaar, hè? Ja. Als ik een ziek was, dan kwam ik naar school. En dan zegt mijn moeder, ik ben hem nog Kee of ik ben hem nog Gerre. Die waren ziek. En dan was je schoolmeisje. Dan moest je toch gaan helpen werken en zo. Ja. Waar ben je naar school geweest dan? Bij meester Goldsmit, in dorpsschool. Juffrouw Tesselaf? Zonder ruiter. Zonder ruiter, je verraadt. Meester Van Del, die tikken met die golden ring op. Wij hebben ook naar de school gaan. Ja. Dan kwam er langs. Meester Van Del, die loopt zo mank. Ja. En dan tikken kwam er langs. En dan tikken we dus zeer. Ja. En als ze bij ons huis, ik heb vroeger, dat weet ik zelf niet, als kind zijnde, heb ik ook mank gelopen. En dan bij ons huis hebben we eten, moest meester Van Delen mijn eten. Dan noemen ze mij ook meester Van Delen. Ja. Ben jij aan 12 kinderen thuis, of niet? Ja, 12. Gerrit, je bent in Kampen geboren, of niet? In de Julianenstraat, in Brunnepe. Dat was toch een Dorskampenbuurt, of niet? Nee, ja, mijn buurt niet, nee. Het was een kwijtbuurt. Het was allemaal kwijt. In Brunnepe. Hoe heb je hem leren kennen? Hij was hier aan de wacht. Weet je wat, toen waren de Duitsers. Ja. Die zaten toch allemaal door, er zaten toch allemaal wat gevangen in de kazerne door. En daar had hij de wacht. En zodoende even mijn leren kennen. Tot de Weesbeberg. Vroeger dan Leuwis, Sunders, of soorten soms, op de Weesbeberg. Dat is ook heel veel. Dat is zeer wie de Weesbeberg. Hij kan bij Kampen? Moeilijk in te kennen en wezen. Nou, ik was aan de kazerne. Nou, dan ga je lopen. En als ze zo bieden in de kalderijen, de eerste keer. Nou, dan denk ik, nou hoef ik er nog niet aan. Ik wil die jongens ook niet steunen. Weet je wel. En daar is niks van gekomen. En toen waren we een ander jaar, een jaar later. Toen liep ze er weer. Ik denk, nou, nog, er is hier wat, ze heeft niks. Nou, dat was zo voor elkaar. Waar ben je trouwd aan? In Wezen, in Nollebroek. Hoe ben je naartoe gegaan? Met de bussen? Met de luxe wagen. Ja, wie met de luxe wagen en de familie erachter al met bussen. Wat van werk heb je dan? Van alles. Ik heb van alles gedaan. Ik begin met mijn vader, dat ik 14 jaar was, moest ik een vak leren, ga naar Nottenburg. Die leert ook wel een vak, schijnmaker. En dan beurde ik, dan moest ik de hele week erin, voor 2 kwartjes in de week. En zei, hij mijn vak leren. Maar mijn vader had goed werk. Maar wat de school betreft, hij niks van hem maken, hè? Nee, op school ben ik 2 keer blijven zitten. Maar ik ben er toch goed terecht gekomen. Ik kan van alles bij rekenen. Ik kan geen zin alleen. Ik wou op het liefste akko, buten en zo, op het land. Wat heb je dan? Je bent getrouwd? Een trouwelijke meerder. Je hebt 5 kinderen. Zuster Woelders, dat was de wijkverpleegster, dat ik eerst werk altijd. De koken, ik ook eten, dan ging ik zien. Toen, dat mensen, dat moesten we alleen op de fiets, hè, de Gelderse Diek, Wezep, dat was eenmaal alleen doen. En op consultatiebureau was dat. En dan koken ik eten en dan moest ik de appels koken, afboen, koken. En dan schel ik ze allemaal voor uur ook. En dan eten we, als ze weer kwam van de week,
Dan eten we samen. Wat zijn uw hobby's? Ja, dat was voetbal. Duiven. En duiven. Ja. Wij hadden altijd als kik van vogels altijd dus. Dat kende wij bij die. Ik kon wel met vogels in mijn hand. Nou, en ik heb nog een goede doem van Jaap de Krabbaard. Per eer. Niemand mocht er nooit in takken komen. Maar omdat er met ons meer dan voetballen altijd. Ik mocht er wel in takken komen. Hij zegt, nou kijk maar waar ze van hem willen. Nou, zo takken ze schuim. Ik zei, nou geef me daar maar per eer van. Maar die doffer ervan, die was altijd bij de eerste. Als er vlug was, de taart die waren altijd voor mij. Mijn zuster was ook bij de gravin. En dan als leider was dus, die was een jaar jonger dan ik. Hè. En dan kwam ze bij mijn mevrouw, die woonde vlak achter in zo'n huisje. Die kwam bij Indië. Is Jannie daar? Is Jannie daar? Jannie, de gravin wil je even springen. Ik denk, oh god. Ja, alleen, dat was mijn zuster, die was een jaar jonger dan ik. Alleen, dat is nou een kind. En alleen is weer zo brutaal geweest. Ik zit in Leiden, waar deed je dan? Ja, zegt ze, als ze dan in die brede, moet een hele brede gang, zo'n lange gang. En als ze dan binnen een andere deftige meneer of mevrouw stond te praten, dan mocht hij niet tussendoor lopen. Ik zeg, waar deed je dan? Dacht dat ik nog langer wacht, zeg ik, ben er tussendoor lopen. Ja, die waren maar dat mocht niet. Maar ze kwam ook weer bij ons huisje, met zo'n elektrisch warmte in de gravin. Kwam bij ons huis en had ze dat wagentje in buiten staan en dan mijn broers. Ze hoog, die jongens die rijden in het wagentje van de gravin. Stiekem. Je bent 70 jaar getrouwd, Gerrit. Ja. Je bent niet zo vaak met vakantie geweest, maar hij vakantie aan de deur goed of niet? Ja. Hij vakantie aan de deur, dan doe je het heel goed, hè? Wat dachten we wat we doen? Ja. Op de fietsen. De man ja. Twee, één vuur, één achterop, ja. Een zak pinda's, een zak limonade, een flessen limonade, gazeuzen. Gewoon weer zitten onderweg. En enkele keer gewoon we weer naar de, door in Apeldoorn ja. Spulten. Wat was er ook weer? En waarom voor de Juliana Toorn. De Juliana Toorn. En Prins Bernhard Allein. Ja. Twee spulten toe, hè? Ja. Zes keer. Nou, je bent met soms koppeld, zegt die jongen, voor mooi de kaart. Dan moest je ook nog kaartjes komen, daar was er geen geld voor. Maar zo'n enkele keer deed hij dat. En toen zei hij, nou, u hoeft zelf niet te betalen. U heeft zoveel kinderen, hoef ik zelf niet te betalen. Nog wacht de koning dat ik al wacht. Ja. Ik zei, je komt nu een klein beetje op leeftijd. Je bent pas in dit appartement komen wonen, anderhalf jaar. Maar je hebt altijd nog veel zelf verzorgd, of niet? Nou, nog. En je zorgt samen voor het eten? Altijd. Ja. Koken het eten. En als ik visite heb, ik geef ze koffie. Ze kunnen zo blijven zitten, ik doe het allemaal zelf. Je woont op de geliefvloers. Ja. Nou, de kleine tuin. Vijf kinderen die je ook kunnen helpen. Ja. Vijf. Een zuster boven ons en een schoonzus naast ons. Ja. Wat weet je nog meer? Ja. Oh, die werd er geen last van. Die was met mij oost in de wereld. Dat er geen last van. Die woonde in Oost. Wat zijn de goede punten van hem? Hij lust graag eten. Hij eet goed. Nee, en hij helpt me goed. Wat vroeg. Hij helpt me altijd goed. Overal mee. Je bent de hulp me gemak. Nee? We doen alles samen. Jendy, de oorlog. Hij meemaken op het veld. Hoe ging dat toen nou? Hoe dat ging? Ja. Maar goed, maar we hebben veel geld. Dan gingen we naar Zwolle. Met het was alles op de bon. Met suiker of boter. En dat we met een groot gezin waren. Had mijn moe veel bon. En dat ruilen we dan voor petrolie bij de schippers. Langs het water in Zwolle. Gerrit. De oorlog van hoe? Ja. En nog wat bijzonders mee, Mac? Nou ja, ik zeg, toen we in kampen marcheerden zo, dan moesten de vrouw en mijn kinderen, die moesten dan naar de. Die moesten allemaal, de grote, al iedereen, moest naar de nieuwe markt komen. En dan werden dan zeg, vrouw en mijn kinderen verwijderen. Alleen de man moest naar Bliem staan. Maar ik was ook een jongen van juist 17. Dus.
Ik denk, weet je wat, maar ik ga weer weg. Maar ik kon niet met mijn moeder meer gaan. Toen boven het land in gaan. Weet je wat, daar hebben we de hele dag alleen. En toen ben ik soms weer in huis toe gaan. Maar later kreeg ik weer voor, aan de deur. Denk, naar Zwolle, toen pakten ze me op. Toen moest ik naar Zwolle toe. En toen heb ik in Zwolle in de dingen gezeten. En dan ben ik nog ziek geworden. Dus. Anders, ik heb geluk gehad dat ik ziek geworden ben. En de Duitsers aan de Nederland zieken. Jullie zijn nu 70 jaar getrouwd, je hebt feest. Ik heb u een schema dat het in Epe is. Maar wat ga je er doen nou? Ja, een feest gewoon. Kinderen en eten. Eten en zo. Eten en drinken en vrolijk zijn. Ja, dan zou hij spullen zijn weer voor de kinderen. Ja. Maar je hebt feest met uw man? Ja. Met uw kinderen? Achterkleinkinderen. Rustig zijn, rustig er nou bent. De koppel. Gerrit en Jentie. 70 jaar. Zorg goed voor elkaar. Nou, dat is geen. Mooie roos. Mag dat mooi, hè?